Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dylan. Yo boys and girls, en welkom bij alweer een nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en vandaag gaan we praten over wat ik ga doen met FIFA 23. Komt er een beginstream of niet? Oké, okay, zoals jullie wel weten, komt FIFA 23 over enkele weken uit. En denk ik van, ja, zou ik een stream doen of niet? Ik ga die dag geen stream doen. Waarom niet? Ik zit dus op opleiding. Ik heb dus 26 weken dat ik een opleiding heb. Elke vrijdag heb ik 26 vrijdagen heb ik een opleiding. Dus kan ik op vrijdagen niet streamen. Dus wat wil ik daarmee bedoelen? Ik ga dit jaar geen beginstream doen wat ik jullie vorig jaar wel beloofd had. Ik ga dus geen beginstream doen met FIFA 23. Maar ga ik in de loop van de komende weken wel eens een streampje doen op FIFA 23 wanneer ik thuis ben, zo in vakantie. Kan ik een FIFA 23 streampje doen? Wat wil dat dus zeggen? Dat ik dus de 1 oktober, nee, 30 september, dat wil ik doen. Ga ik niet live gaan op YouTube met dus FIFA 23 gameplay. Dus dat wil ook weer zeggen dat ik pas 's avonds kan starten met FIFA 23. Dat ik op mijn eigen beetje ga starten en dat ik dan ongeveer tegen dinsdag wel mijn video kan maken van hoe ik mijn team heb staan na het weekend. En dat wordt dus eventjes kijken dat ik dus geen streampje kan doen. Dus moet ik zien dat ik tegen dan een video klaar heb van FIFA of iets anders. Dus dat wordt eventjes weer nadenken wat ik ga doen die dag. Wat ik ga doen dit weekend. Ik kan dus minder FIFA spelen op vrijdag. Dus het gaat eventjes wennen worden met het spelen van de squad battles en nog andere dingen. Dus dat wordt eventjes achteruit geschoven door de opleiding. Maar volgend jaar met EA Sports FC ga ik misschien wel streamen op vrijdag. Dus dat komt allemaal in orde. Ik ga nu geen belofte maken. Misschien ga ik streamen, misschien ook niet. Wat te zien of er nog een opleiding is dat ik wil aan meedoen. Ja, dat is dus een beetje mijn plan voor dit jaar. Oké, het gaat misschien minder FIFA worden, maar ik ga er wel voor in de plaats maken. Veel video's in het weekend. Dus ja, het wordt eventjes een tijdje minder FIFA. Oké, minder streams dus ook. Want ik had vorig jaar wel beloofd dat ik ook in dit jaar een beginstream ging doen. Maar toen kwam ik op het werk, was er sprake van opleiding en die wil ik meer volgen. Dus ja, het eventjes zijn dat ik minder streams ga doen op vrijdag. Maar komt werkfeestdagen en zo wel goed. Dan ga ik wel streamen. Dus ja, dan ga ik speciaal voor oppakken voor te kunnen streamen. Dus ja. Dit is dus een beetje de video geweest. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik weet het is een korte video vandaag. Dus hopelijk hebben jullie van genoten van de video. En tegen de volgende video zal ik misschien al meer weten hebben van wat het gaat zijn bij FIFA. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is Alta Dylan en ik zie jullie guys in een volgende video maar weer. En zie jullie dan. Bye bye! Ja, bye bye!